Lekker Lingoon, we hebben hem! Oh, wat ben ik hier blij mee, guys. Zo lang zijn we hiermee bezig. In die pokebal blijven nu. Yes! Yes! Yes, we hebben hem! De spanning zit hem ook vooral in het feit dat we dus niet weten wanneer die komt. Of die komt. Maar jullie zijn nu wel op het Shiny Hunt kanaal van Nederland. Wij gaan heel die Shiny decks gaan we vullen. We gaan iedere Shiny Pokémon gaan we proberen te vangen. Gewoon de hele Pokédex gaan we compleet maken met alle Shiny Pokémons die dit spel heeft. Onze Pokédex is compleet, dus we hebben de Shiny Charm wat ervoor zorgt dat wij dubbel zoveel kans hebben. We hebben een sandwich aangeknald, waardoor onze kans echt mega groot is om een Shiny tegen te komen. We hebben Sparkling Power level 3. En we hebben Encounter Power Steel. Steel type Encounter Power hebben we ook op level 3. En dat zou eigenlijk wel voldoende moeten zijn om een Shiny tegen te komen. Wat ik echt wel echt irritant vind, is dat je dus geen... Ze hebben geen effect gemaakt. Dat betekent dat je zelf moet opletten. Je moet dus weten hoe die Shiny eruit ziet. Dat is één. En ten tweede is het zo dat je dus goed moet opletten. Kijk, bij Arceus bijvoorbeeld, bij Legends Arceus, hoorde je... En daardoor wist je dat er dus ergens een Shiny zat. Dan moest je hem nog wel zoeken, want af en toe hoorde je... En dan zat je alsnog te zoeken en dan wist je niet waar die zat. Maar dat was wel prima. Maar nu heb je dat dus niet. Dus nu, kijk, stel je voor, deze gast hier op die berg. Stel je voor dat je maar niet naar die berg kijkt en dat er is een Shiny. Die mis je gewoon dan. Die mis je dan gewoon. Misschien zit hij hierboven. Hierzo. Moeten we misschien een beetje hier naartoe. Waar zou die zitten dan, hé? Waar zou die zitten? Aan deze kant? Zou die aan deze kant van het Pokécenter zitten? Of aan de andere kant? Misschien hier bovenop? Komt hier? Nee, hier spawnt ook helemaal niks. Dit is niet goed. Dit is zonde. Zo. Dit is zonde van de tijd. Hoe lang hebben we nog? 22 minuten. Anders moeten we gewoon weer een nieuwe sandwich bouwen. Ho! Hier is weer een Shiny, guys. Hier is weer een Shiny. En weer is het die Shiny Tinkertuff. Dit is gewoon de derde keer dat we Shiny Tinkertuff vangen. Let's go, guys. Hoppa! Shiny Tinkertuff. Wat kom je toch elke keer doen, Tinkertuffje? Ik heb je nou al 3 keer gevangen, Tinkertuffje. Dit is niet de Shiny die we wilden, guys. Shiny, 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 shiny. Is er een manier om ons geluk te vergroten? Hoeveel Shiny luck hebben wij vandaag, guys? Hoeveel Shiny luck hebben we? We hebben onze eerste Shiny, maar nog niet de Shiny die we willen. Dus, we kunnen wel 100.000 keer die Shiny Tinkertuff gevangen. Dat is allemaal prima. Maar dat willen we niet. Lucario's en Riolu's. Weet je wat het is met Shiny, met die Lucario en die Riolu? Kijk, die Lucario en die Riolu, dat zijn niet eens echt heel sterke Pokémons. Kijk, ze kunnen best wel sterk aanvallen. Dat is waar. Dat klopt, daar ben ik mee eens. Alleen, ze hebben echt eigenlijk best wel een zwakke defense. Dus eigenlijk... Ja, heb je eigenlijk niet zoveel aan die Lucario. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je kan best ver komen met Lucario in het spel. Maar zodra je eigenlijk aan het einde komt, dat je echt die raid battles moet gaan doen. En dat je echt level 100 Pokémon's nodig hebt met goede defense en goede stats, et cetera. Dan heb je eigenlijk helemaal geen zak aan die Lucario. Dan is die gewoon niet sterk genoeg. Hier heb je al die Bisharps en al die Ponyards. Als we die vinden in Shiny, dat zou ook wel heel erg vet zijn. Want dat is ook wel echt een lijpe Shiny. Dat is echt ook een hele lijpe Shiny Pokémon. Die is donkerblauw. Dat is ook wel echt super vet. Misschien kunnen jullie een dikke vette Shiny Challenge bedenken. Dat we gewoon een x aantal Shinies moeten gaan vangen in een bepaalde tijd. Heb je daar een leuk idee over, guys? Laat me dat even weten. Zet dat even in die reacties hieronder. Wij zijn lekker aan het hunten, hunten, hunten. Wij zijn lekker aan het hunten. Lekker aan het hunten. Lekker aan het hunten. Hoe lang hebben we nog? 10 minuten.
Oh, en dan moet wel weer een nieuwe sandwich gebouwd worden. Toch even weer bij die Riolu kijken. Oh, hey kwalletje, kun je eventjes in een shiny komen dan? Kom eens eventjes in een shiny. Nee. Deze shiny trouwens, guys. Oh, shiny! Woo! Let's go! Wow! Yes! Oh, ik wilde net zeggen, deze shiny is super vet hoe die eruit ziet. Let's go, guys! Let's go! Wayo! We hebben hem gewoon! Een gouden Varoom! Let's go! Dikke vette shiny Pokémon! Boom! Let's go! Yes! Yes! En we hebben hem! Huppakee! We zijn nu helemaal warm gedraaid. We zijn warm gedraaid om te gaan shiny hunten. We zijn warm gedraaid om Lucario of Riolu te krijgen. Dus kom maar tevoorschijn, jij kleine gele rakker. Kleine gele rakker. Kom maar tevoorschijn. Jij bent blauw. Jij bent blauw. Jij bent geen shiny. Dus ik wil jou niet. Doei. Sandwich nummer 2 is geactiveerd. Dus we gaan nu gewoon. Oh, het zal zijn dat hij gelijk hier om die hoek staat. Ja, zoveel geluk kan niet hebben. Zoveel geluk kan niet hebben, jong. Weet je welke trouwens ook wel erg vet is om te gaan vangen, guys? Die Oortworm. Dat is die worm. Die Titan Pokémon. Die rood met dat metaal. Of dat staal, wat is het? Als shiny is die namelijk blauw. Die is ook wel erg vet om die te gaan vangen. Dus als we die Riolu nu even snel vangen. Of die Lucario, dan gaan we die ook nog even proberen. Die is ook wel erg vet om te vangen. Oké, we gaan even weer die Bisharp testen. Bisharp, heb je toevallig zin om als een shiny te verschijnen hier? Heb je toevallig zin om gewoon als een shiny Pokémonnetje hier tevoorschijn te komen? Wil je je kenbaar maken, jongeman? Wil je jezelf laten zien? Wil je alsjeblieft als een blauwe rakker hier in het bos tevoorschijn komen? Zodat ik je kan vangen. Zodat ik deze is echt wel echt heel vet. En deze ga ik ook gelijk evolueren, guys. Waarom? Omdat die laatste evolutie, die King Gambit, die kunnen we dus niet vangen. Die kunnen we alleen maar evolueren. Dus dat gaan we dan ook maar gelijk doen. Dan voor die shiny decks, dan hebben we die ook maar alvast gehad. Want we moeten ze afvinken. We moeten alle shinies moeten we afvinken. Laat me dat even weten, guys. Als jullie bepaalde shinies willen zien van mij, die ik moet vangen, dat je zegt, oh, die wil ik echt zien, die wil ik echt zien. Die moet je echt vangen. Dan is nu je kans om dat hier in die reacties eronder te zetten. En dan gaan we dat gewoon realiseren voor jullie. En ik vind persoonlijk, als je van mij verwacht dat ik shinies voor je ga hunten, dat je ook even op die abonneerknop moet drukken. Als je nog niet geabonneerd bent, maar. Oh! 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 Shiny! 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 Woo! Yes! Let's go! Let's go, guys! Let's go! Let's go! Shiny Bisharp! Boom! Yes! Oh, kijk dan. Deze is zo vet, guys! Deze is zo vet. Oh, ik ga gelijk die quickball erop gooien. Checken gewoon gelijk of we hem gewoon in één klap kunnen vangen. Yes! Oh, we hebben hem. Let's go, guys! Let's go! Oh my god! We hebben hem binnen. Woo! En we hebben onze shiny luck is weer terug, guys. Nummer 3. Shiny nummer 3 van deze video. Het is een feest. Het is een shiny feest aan het worden. Het is gewoon een shiny feest aan het worden op dit kanaal. Let's go, guys. Om die King Gambit te krijgen, guys, moeten we dus een andere shiny vangen. Dat gaat met deze niet lukken. Dan moeten we eentje hebben die dus leidertje is van zo'n groepje. Die dus die leader crest of chest of weet ik veel hoe dat heet. Die moet dat hebben, dat item. Anders kunnen we hem niet evolueren. Oké, dat gaan we dus een andere keer doen. Maar we hebben hem binnen. We hebben de shiny Bisharp binnen. Dat is wel echt super nice. Die hoort wel echt bij de vetste shiny. Een van de vetste shinies die evolutielijn is wel een van de vetste shinies van het spel. Gewoon rustig hoor. En wij hebben hem gewoon, guys.
We hebben hem gewoon gevangen. Echt super nice. Jullie zijn allemaal getuigen van dit spektakel. Van het feest. Van het shiny feest wat hier aan de gang is. Heb je er weer een? Weer een shiny Tinkertuff. Ik heb gezegd dat ik hem niet meer ga vangen. Ik ga hem niet meer vangen. Die shiny Tinkertuff weer. Oh. Ja, dit is gewoon de vierde. Kijk dan, die shiny, die wil gewoon dat ik hem vang. Zie dan. Hij komt achter ons aan. Hij komt achter ons aan. Hij zegt, hey, vang me dan. Ik ben een shiny. Wil je me vangen, alsjeblieft? Alsjeblieft, vang me dan, een shiny. Oké, is goed. Oké, is goed. Ik ga je vangen. Ik ga je vangen, shiny Tinkertuff. Ook al ben je de vierde keer dat ik je nu weer ga vangen, shiny Tinkertuff. Vooruit, ik ga je vangen. Ik ga je vangen. Oké. Vooruit. Omdat je het zo lief vraagt. Omdat je het zo lief vraagt, shiny Tinkertuff. Kijk, weet je wat het is, guys? De reden waarom ik zo keihard door die map heen loop te maaien, is omdat er gewoon in een hoog tempo Pokémon's moeten knallen. Moeten spawnen, weet je? Kijk, hoe harder ik hier doorheen rijd, hoe sneller die Pokémon's allemaal spawnen. Wayo. Oh, ik dacht even dat dat de shiny was, hé. Oh, ik schrok me kapot. Maar goed, de reden waarom ik dus zo hard door die map heen ga, dat is gewoon puur en alleen omdat er dan knijterveel Pokémon's tevoorschijn komen. Dus, hoe meer Pokémon's te spawnen, hoe meer kans je hebt op die shiny. Ah, dit ga je er niet geloven, guys. Gewoon weer een shiny Tinkertuff. Ja, nu ga ik je echt serieus niet vangen, man. Nu ga ik je serieus echt niet vangen. We gaan niet alleen maar shiny Tinkertuffjes vangen, man. Come on. Oké, Drop Army. Het is tijd. Dag nummer 2. En die shiny Riolu, die hebben we dus niet gevonden. Maar, er is een andere plek. Kijk, hier spawnen dus allemaal Riolus. Dus guys, als jullie een shiny Riolu willen vinden, dan moet je dus naar deze plek hier. Kijk, hier heb je Cortondo, waar Katie zit, de Bug Gym Leader. En dan ga je dus een stukje hier naar links. En daar zit dus die Riolu. Hier spawnen dus al die Riolus. Kijk, en wat we nu dus gaan doen, is we wachten hier in het midden. We laten al die Riolus laten we even spawnen hier. Want dat duurt gewoon even. Dan moet je even de tijd geven. Kijk, als dat dus niet lukt, wat we dan gaan doen, gaan we weg. Bouwen die picknick op en af. En dan komen ze weer opnieuw. En dat blijven we gewoon doen totdat we die shiny hebben. Kijk, ik denk dat dit alle spawns waren. Wat we dan doen, we klappen die picknick. Kijk, nu zijn al die Riolus zijn weg. Zie je dat? Ja, kijk, en dan doen we hem dus weer weg, zo, huppakee. Kijk, en nu komen er weer allemaal nieuwe Riolus. Zie je dat? Kijk, en dit trucje blijven we gewoon doen totdat we de shiny tegenkomen. Lingus is erbij, jij bent erbij voor het geluk, jongen. Jij brengt altijd geluk. Mogen we even iets meer spawns komen? Dat is wel heel weinig, iedere keer. Oh, shiny Liam! Shiny! Shiny! We hebben een shiny te pakken! Woehoe, shiny, huppakee, we hebben een shiny te pakken, let's go, Drop Army. Het is een shiny face, ja la 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 la. Huppakee, guys, onze eerste shiny van vandaag. Nou ja, niet van de video, maar wel van vandaag, guys. We hebben onze eerste shiny binnen, high five, Lingus. Ah, yes, lekker. Waar is shiny Riolu? Nee, hij moet nu tevoorschijn gaan komen, jongens. Hij moet nu tevoorschijn gaan komen. Doosje vol met Pokémon kaarten. Liesje scheet? Ja, op jouw arm. Ah, waarom doe je dat, jongen? Als het stinkt hier, dan ga je... Oh, yes! Yes, we hebben hem! Yes, we hebben hem! We hebben hem, Liam! Yes, we hebben hem! Shiny Riolu! Shiny Riolu! Yes! Oh, we hebben hem! Eindelijk! Eindelijk! Oh, dit is zo vet! Yes!
Lekker Lingoon, we hebben hem! Yes! Oh, we hebben hem gewoon! Oh, wat ben ik hier blij mee, guys. Zo lang zijn we hiermee bezig. In die pokeball blijven nu. Yes! Yes! Yes, we hebben hem! We hebben hem! High five! Let's go! Let's go, Drop Army! We hebben hem te pakken! Eindelijk! Kijk, we gaan die shiny Lucario, die gaan we nog een keer losvangen, guys. Maar we gaan proberen hem eventjes te evolueren, zodat we in ieder geval die shiny Lucario alvast kunnen zien. Ja, al die aanvallen wil hij leren. Ja, ja, ja! Hij gaat! Hij gaat! Let's go! Let's go! Oh, shiny Lucario! Oh! Kijk dan! Oh, deze is vet, hé! Oh! Zo Lucario, hè? Oh, deze is vet, hé! Zo doet Lucario, hè? Die Lucario, die is zo vet! Oh, guys, dit is echt niet normaal! Kijk dan, hé! Oh, deze is vet, hé! Wow, kijk dan! Hé, hey, Lucario, hé, hey, vriend, hoe is het? Shiny Lucario, hoe is het, vriend? Oké, Drop Army, dat was de video. We hebben echt super dikke, vette shinies gevonden. Super bedankt voor het kijken, guys. Vond je het een leuke video? Knal even op die dikke duim en vergeet niet te abonneren. We zijn bijna bij de 1000 abonnees. En dan zien wij jullie terug in de volgende video. Mazzel!